Hallo, ik ben Claudia. Ik ben van de zomer naar Israël geweest. Het was echt super tof en ik wil jullie er graag iets over vertellen. Op 5 uur vliegen van Nederland ligt Israël. Een klein land aan de Middellandse Zee. Het is zelfs kleiner dan Nederland. Toch is er veel te zien en te beleven. Nou, als je naar Israël gaat, dan ga je natuurlijk niet met de auto, maar met het vliegtuig. Voor mij was dat de eerste keer, dus het was wel echt super leuk. Behalve dat eten, dat was wat minder. Veel plaatsen die je kunt bezoeken kennen we uit de verhalen van de Bijbel. Zo kun je net als de discipelen gaan varen op het meer van Galilea. Of als David, op de vlucht voor Saul, je verstoppen in een van de vele grotten in de woestijn. Israël is voor mij een heel bijzonder land, omdat Jezus daar vroeger heeft gewoond en met zijn discipelen heeft rondgelopen. Ik vond het ook heel mooi om te zien waar de Bijbelverhalen zich allemaal hebben afgespeeld. Ieder jaar gaan veel christenen, net als Claudia, op reis naar Israël. Ze vinden het leuk en interessant om de Bijbelse plaatsen te bezoeken. Voor Joden is Israël het land dat God aan hen gegeven heeft. Gelovige Joden zien het als een opdracht om juist daar te wonen. Eerst zijn we een paar dagen naar Jeruzalem geweest. Maar eigenlijk is dat veel te kort. Je hebt er al weken voor nodig om alles te zien daar. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Al meer dan 3000 jaar geleden maakte koning David deze plaats de belangrijkste stad van het land. In Jeruzalem komt de Knesset samen. Dat is het parlement van Israël. De Knesset wordt net als in Nederland gekozen door de bevolking. Jeruzalem speelt een belangrijke rol in het Jodendom. Zo staan Joden tijdens het bidden altijd met hun gezicht naar de richting van de stad. Dat komt omdat daar vroeger de tempel stond. Deze tempel is verwoest, maar nog altijd gaan Joden graag naar die plaats om te bidden. Dat doen ze bij de Klaagmuur. Geen naam eigenlijk, Klaagmuur. Zouden ze heten omdat al die mensen daar staan te klagen? Nee, Claudia. De muur heet zo omdat de Joden verdriet hebben over de verwoeste tempel. Elk jaar op de dag dat de tempel is verwoest, komen Joden bijeen voor die muur. Ze lezen dan uit het boek Klaagliederen. Joden noemen de muur zelf de Westelijke Muur. Overigens zijn niet alle Joden gelovig, maar 30% van de Joden is religieus. Hey, weer wat geleerd. Net buiten Jeruzalem ligt Olijfberg. Daar kwam Jezus heel veel met zijn discipelen en daar is hij uiteindelijk ook gevangen genomen. Vanaf daar heb je echt een supermooi uitzicht op Jeruzalem. Hoewel Jeruzalem stad van vrede betekent, is het te lang niet altijd vredig geweest. Zowel Joden, moslims en christenen zijn er aan de macht geweest. En nog steeds wordt er ruzie gemaakt over wie er nu de baas is. Op de plaats waar vroeger de Joodse tempel stond, staan nu 2 islamitische gebouwen. Op verschillende plekken in de stad staan kerken. Zo staat er een grote kerk op de plaats waarvan ze denken dat daar de Heer Jezus is begraven en opgestaan. Van de ruim 7 miljoen inwoners van Israël zijn er bijna 6 miljoen Joods. De rest is voornamelijk Arabier. Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar geen moslimmeerderheid woont. Het is ook het enige Joodse land in de wereld. Al lange tijd zijn er spanningen tussen de Arabieren en de Joden. Veel Arabieren zouden Israël liever zien verdwijnen. Er zijn daarom in het verleden verschillende oorlogen gevoerd. En ook nu is het erg onrustig. We hebben ook heel veel geloof in Jeruzalem. Dat is echt heel vervelend soms, want het is echt zo heet, 40 graden. Maar dat is wel heel leuk om al die winkeltjes te zien en allemaal souvenirtjes kon je kopen. En al die mensen zeiden, come to my shop, come to my shop. En dan gingen ze vragen, waar kom je vandaan? Very sweet, my dog was. Niet ver van Jeruzalem ligt de Dode Zee. Dat is de laagste plek op aarde, wel meer dan 400 meter onder zeeniveau. Jeruzalem zelf ligt op een berg en daarom moet je een flink eind naar beneden om bij deze zee te komen. De Dode Zee ligt in de woestijn en omdat het er zo heet is, verdampt veel van het water. De zouten en mineralen blijven achter en zo wordt het water steeds zouter. Door de enorme hoeveelheid zout is er geen leven mogelijk, vandaar de naam Dode Zee. De Dode Zee vond ik misschien wel het allerleukste wat we hebben gedaan in Israël.
Want dan kan je hem blijven drijven doordat het water zo zout is. En ja, ik had ook een wondje op mijn elleboog, dus dat was niet zo fijn. Want als dat dan in het water komt, gaat het heel erg prikken. Uiteindelijk had ik toch maar zoiets van, ik laat hem er maar in. Want anders kon ik ook niet goed zwemmen in de zee. En dat had ik beter niet kunnen doen. Het deed best wel fijn. Het grootste deel van Israël bestaat uit woestijn. Alleen in de winter valt er regen en verandert de woestijn in een bloemenzee. In Israël komen veel verschillende planten en dieren voor. Zo leven er steenbokken, kraanvogels, klipdassen en zelfs dolfijnen. We zijn ook nog een heel veel andere plekken geweest in Israël. Zoals het meer van Tiberias. En we zijn ook nog helemaal in het noorden geweest bij de Krijtbossen en de Middellandse Zee. En we zijn ook helemaal naar het zuiden geweest, naar de woestijn. Daar hebben we ook overnacht en we hebben nog met een jeepje er doorheen gereden. Zijn we nog bij de Bedouinen hebben daar gegeten. Dat was heel lekker, dat was zo'n soort grote pannenkoek en dan moest je stukjes afschuren. En dan kon je dan allemaal sausjes dippen met groenten erbij. Dus dat was wel superleuk. Een reis naar Israël vergeet je nooit meer. Door de bijzondere geschiedenis van het land, maar ook door de fantastische natuur en de unieke plaatsen. Iedereen die er is geweest zegt dat hij zeker een keertje terug wil. Israël is misschien een klein land, maar zijn betekenis des te groter. Leuk dat jullie allemaal hebben gekeken. En als je een keer de kans krijgt, zou ik er zeker heen gaan. Doei! Meer weten over Israël? Word dan nu lid van de TOF Club. Ga naar www.tofclub.nl en meld je aan. Je ontvangt dan een welkomstcadeau en 4 maal per jaar het TOF Clubblad.